Het einde is nabij. Blijft u achter? Kies Jezus. Dat is een tekst bovenop een billboard langs de snelweg die hier de afgelopen maand te zien zijn geweest. Ja, en die tekst Absoluut. Komt bij niemand minder vandaan dan bij jou, Kenneth, ja. 25. Ja, ja. Waarom zo'n prikkelende boodschap? Omdat ik eigenlijk heel erg verdrietig van Nederland word. Wat we eigenlijk in Nederland zien, is dat er in heel weinig kerken hierover gepredikt wordt. Nu heb je het over de kerk, maar waarom staat die boodschap dan langs de snelweg? Op de snelweg hebben we een massabereik. Met het eerste project in de maand september bereikten we zo'n 6 miljoen weggebruikers. En dat is denk ik heel erg fijn, omdat niet alleen de lauwe christenen hebben het nodig, maar ook natuurlijk de ongelovige mensen in Nederland. En het is nu denk ik echt de tijd om deze boodschap te prediken. Paulus zegt natuurlijk ook, predik het ongelegen of gelegen en volhard daarin. Ja, mooi. En we gaan die billboards opzoeken, dus gaan we doen. We gaan de auto in. Top. Ja, Kenneth, hoe ben jij op het idee gekomen om die billboardactie op te zetten? Ja, ik reed heel vaak op de snelweg en dan zat ik samen met mijn vriendin in de auto en dan zag ik billboards en dan zei ik altijd tegen haar van, schat, eigenlijk moeten wij ook zo'n billboard zien te krijgen, zodat wij de boodschap van dat Jezus spoedig zal terugkomen daarop kunnen projecteren. En toen heb ik eigenlijk mijn YouTube kanaal ingeschakeld om te vragen of mensen hier aan mee wilden doen en dat is onwijs snel en goed gegaan eigenlijk. En binnen een week waren er dus heel veel billboarden op de Nederlandse snelwegen. Maar goed, Kenneth, het is best wel een prikkelende uitspraak die je op die billboards hebt gezet. Ja. Waarom? Waarom zo'n uitspraak? Ja, omdat ik om mij heen zie dat heel veel kerken lauw zijn. Ik benoemde het net ook al even. En dat maakt mij verdrietig, want als ik met broeders en zusters over de terugkomst van de Heer Jezus praat, dan zeggen ze eigenlijk allemaal tegen mij, ja, maar dat duurt nog wel, dat kan nog wel zo lang duren. En dat is ook het stukje wat in 2 Petrus staat, van zij zullen zeggen dat alles sinds de schepping hetzelfde is gebleven. En ze zullen het steeds eigenlijk voor hun uitschrijven. Maar ik geloof echt dat het einde nu is begonnen en dat wij nu dus echt ook in de laatste dagen leven. En dat de weeën eigenlijk alleen maar vanaf nu zullen toenemen. Goed, maar daar blijf je natuurlijk wel bij staan van, ja, jij weet ook niet wanneer God wederkomt, waarom dan toch die oproep van het einde is nabij? Ik geloof wel dat wij in de tijd leven van de opname. Zonder daar data aan te koppelen en jaargetijden of andere tijdsaanduidingen te noemen. Dus Kenneth, als het goed is kunnen we hem zo... Ja, daar is hij. Oh ja. Daar is hij, mooi hè? Moet ik zeggen, het is altijd wel weer echt een mooi moment als ik hem voorbij zie komen als ik in de auto zit. Dat voelt wel echt als een overwinning voor Christus ook om Nederland deze boodschap te brengen. Hey, maar Kenneth, is het niet heel duur om je boodschap op dit soort billboards neer te zetten? Hoe die billboarden er zijn gekomen, dat wil ik nog wel graag delen. Dat is echt wel een groot getuigenis. Ik had eerst 2 keer nee gekregen van bedrijven. En toen ben ik in gebed gegaan van, Heer, als u wilt dat deze boodschap naar buiten komt met deze tekst, dan gaat het gebeuren. Uw wil zal geschieden. En toen kwam er een bedrijf in mijn e-mail-inbox die deze boodschap naar buiten wilde brengen. En die zei van, Kenneth, wij gaan jou helpen. Zonder dat jij er zelf om Zonder vraagt. Dat ik er zelf had om gevraagd. En dat was een dag nadat ik dit in gebed had gevraagd. Ja, jouw boodschap eindigt met kies Jezus. Maar waarom niet zoek God? Het is niet zo. Ik kies Jezus, dus ik ben gered. Nee. Goed, ja. Het stukje kiezen voor Jezus is natuurlijk iets wat zeker ook binnen reformatorische zin, ik als revo soms wat anders ervaar, hè? Ook omdat je kiezen, doe je dat echt zelf? Ja. Maar hoe zie jij dat dan? Want het staat wel op je borden. Wat ik eigenlijk hoop en waar wij ook voor bidden is dat ze naar die website gaan, jezuskomtspoedig.nl. En dan worden ze eigenlijk doorverwezen naar een videootje van maar 5 minuutjes, kort en krachtig, over wat het evangelie nou inhoudt. Nou ben jij 25 en je steekt je hoofd boven het maaiveld uit om zoiets te doen. Ja. Maar ja, wat is jouw toekomstbeeld ook voor jongeren? Ja, ik denk dat de jongeren het de komende tijden zwaar gaan krijgen. We zien nu al op scholen, hogescholen, universiteiten. Ik geloof ook binnenkort lagere scholen dat er toch heel veel verplichtingen zullen komen. In Israël, wat altijd een voorloper is, zijn ze nu al bezig met een groen pasje
Voor alle scholen, van basisscholen tot universiteiten. Voor? Om het klaslokaal naar binnen te mogen lopen. Okay. Ja, dus dat, ik geloof dat voor de jongeren ook zware tijden zullen aanbreken. En daarom hoop ik echt ook dat de jongeren door deze boodschap onderzoek gaan doen naar het woord van God. En dat zij een vrede mogen ervaren die de Heer Jezus hun geeft. Want hij zegt natuurlijk, mijn vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, niet zoals de wereld die geeft. Hij geeft een andere vrede en wij als christenen, ja, wij weten wat die vrede inhoudt. En dat gun ik echt in ieder op deze wereld. Het is zo belangrijk om die boodschap van erkennen van zonde en bekering te blijven prediken. Ook voor gemeenteleiders in de kerken. Ja, dus inderdaad over wat er dan precies gebeurt richting die eindtijd. Kun je het misschien niet helemaal eens worden, maar ja, dat die verwachting moet uitdrijven naar hem. Dat is iets waar we elkaar denk ik allemaal in kunnen vinden. Absoluut. Laat Christus het middelpunt zijn van ons allemaal. En laten we, wat jij heel terecht zegt, inderdaad niet in hokjes denken. Christus sprak zijn gemeente aan. Hij sprak niet de katholieken aan, niet de protestanten, niet de hervormden en ook niet de reformatorische kant. Hij sprak echt tot zijn gemeente alleen, zijn ware gemeente. En ik denk dat het heel belangrijk is dat hij het middelpunt is. Ja. Heel mooi. Ja. Nou ja, de billboards staan er nog even een paar weken. En Kenneth zei het al even, Jezuskomtspoedig.nl is zijn website. Daar kan je ook deze actie van harte steunen. Ook vanuit Reformatorisch Hoek word je volgens mij veel gesteund. Ja, hè? Absoluut. Ja. Ja. Ja, mijn dank is groot daarvoor. Ja. Ja. Nou goed, vind je deze video nou ontzettend mooi en waardevol? Geef dan even een duimpje omhoog. Laat je reactie achter in de comments wat je ervan vindt en vond. En dan wellicht horen we nog veel meer van jouw billboards. En blijven ze misschien nog even draaien.